Voilà. Het eerste product waar we het vandaag zullen over hebben is de SoClean. Dus in een handige sprayflacon vernevel je op de handen, zodanig dat je een optimale ontsmetting van je huid, van je klant en van jezelf en van de nagels en je materialen kan bekomen. Eens we dan op het einde van onze prep, onze voorbereiding van onze nagel gekomen zijn, is de laatste stap het ontvetten van de nagelplaat. En bij het ontvetten van de nagelplaat heb je op zich in de SoGuilty twee mogelijkheden. Je hebt de pre-clean en je hebt de pre-prep. De pre-prep is vooral op de plaatselijke nagel aan te brengen met een borsteltje. En de pre-clean is echt met een wipeje en een heel handig anti-lek dopje om goed de hoeveelheid te kunnen bepalen. Oké. En dan heb je de keuze. Je moet een voorbereiding van je natuurlijke nagel maken, zodanig dat je dus een optimale hechting bekomt. Sommige stylistes opteren voor een primer te gebruiken. In de SoGuilty hebben we de primer met acid. Deze is zeker niet noodzakelijk bij alle klanten te gebruiken. Deze is enkel voor klanten die een zeer moeilijke hechting hebben en een kleine hoeveelheid gebruiken enkel op het natuurlijke nagelgedeelte, niet de huid raken. Als je de huid raakt, moet je de zuren neutraliseren en dit kan je doen door de SoClean te gebruiken en daarna nagelriemolie toe te passen om brandwonden te voorkomen natuurlijk. Een schitterend product met de nodige voorzichtigheid. Wat we zeker bij iedere applicatie dienen te gebruiken, is de Breeze Bond. De Breeze Bond is een luchtdrogende. Deze heeft primer en bonder in één, dus twee in één. Deze gaat extreem de kans op lifting of lucht voorkomen, met zelfs maar liefst meer dan 85% vergeleken met wat je vroeger had van lifting. Gelieve deze aan te brengen op de volledige nagel, of je nu tips plaatst of schablonen, de volledige nagel dient hiermee bedekt te worden. Het is ook een vluchtig product en dient niet in de lamp geplaatst te worden. Het volgende en eerste product dat we gaan ontdekken is de Base Gel. De Base Gel bevat zuur, maar zorgt voor een zo optimale hechting op je natuurlijke nagel. Deze is een meer vloeibare gel. Loopt niet in de nagelriem. Heel fijn aanbrengen. En uitharden in UV, LED of Dual Wave lamp. We gaan naar de volgende gels. Om u even een beeld te schetsen, om het u eenvoudiger te maken. We hebben eigenlijk drie lijnen van gels. Zijnde de, ik weet niet of je het kan lezen, de Supreme Fiber. Ik weet niet of ik het goed in beeld kan krijgen. Ja, voilà, daar is hij. De Supreme Fiber. Ook steeds handig met die afgekorte letters, SFC, Supreme Fiber Clear. Dan heb je, en ik even kijk het goed in beeld te brengen, ja, de Stretch Build Clear, dus SBC, Stretch Build Clear. En de Supreme Plus, even ook in beeld brengen, de Supreme Plus, deze is nu de Soft Pink, dus de S Plus S. Staat er dan, zodanig dat je het handig in je kast terugvindt. Drie gellijnen. Dus in elk van deze drie heb je nog een variëteit. Maar wat is nu het grote verschil tussen elk van de drie lijnen? Is sowieso eerst al de viscositeit.
de vloeibaarheid, om het iets eenvoudiger aan te tonen. En even de potjes openen. Dan gaan we het iets eenvoudiger kunnen tonen. Okay. Nu je ziet al meteen, deze zijn twee klieren. Deze is een roze. De Supreme Plus bestaat ook enkel in die transparant roze versie. So in every single line that we also have variations in every single line. The most noticeable difference is the flowableness of the three different gels. And the Supreme Plus is only in the pink color. Yeah, transparent pink. So the viscosity is the fluousness. Is the difference between the three of them. Dans chaque famille de gel, il y a des variantes. La seule chose, c'est que le Supreme Plus n'existe qu'en rose transparent. Principalement, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la viscosité et la fluidité de travail des gels. Okay. Als ik de, deze was de fiber, hè, de Supreme fiber neem, dan merk je dat er, die ik het in beeld zet, dan merk je dat er vezels in zitten. En je merkt dat deze ook medium viscoos is, dus die vloeit wel, maar is toch een iets vastere gel om te gebruiken. Is ook door de vezels, dus de fiber die erin zit, ook een hardere gel. Het is net geen acryl, maar het is wel harder. Ideaal om scheurtjes en barstjes te bedekken. Om deze dus stevig samen te houden. Ook ideaal voor mensen die hardhandig met hun nagels zijn. Ja, hier toon ik gewoon even hoe dat die zichzelf plaatst. Door gewoon even een grotere hoeveelheid gel op een nagel te plaatsen. Niet dat dit de perfecte vorm is, maar je merkt, je kan er nog... Niet dat ik uit beeld ga. Je kan er nog alle kanten mee uit. En toch zal die zichzelf plaatsen. Zo, de volgende is de, zoals dat je hier terug opnieuw kan zien, de Stretch Build Clear. Ja. De Stretch Build, zoals de naam het een beetje zegt, die is flexibeler. Ja, dus die stretcht. Die beweegt meer mee met de nagel, zonder... in stevigheid te moeten afgeven. Nu, als ik ben hier even mijn penseel nog aan het reinigen. Dus als ik deze neem, dan ga je zien dat deze toch nog net vloeibaarder is dan de fiber, maar hij is ook glashelder. Geen vezels. Een flexibele gel die meebeweegt met de natuurlijke nagel. De fiber is ideaal om te verlengen. Om te verlengen met de builder kan ook perfect, maar dan moet je sneller werken. De fiber is geschikt ook al om te gebruiken als beginner. De builder om hiermee te verlengen gaat een moeilijkheidsgraadje naar boven, maar is zeker ook een mogelijkheid. De Supreme Plus is een vaste gel. Deze gel, daar kan je makkelijk eenvoudig mee verlengen, maar ook vijf nagels tegelijk mee doen voor stylistes die graag op deze manier natuurlijk werken. Voor hun werkt dat dan sneller van te zeggen, ik doe vijf nagels tegelijkertijd om dan pas in de lamp te gaan. Anderzijds, voor beginners is het ook dan weer heel makkelijk, omdat ze kunnen blijven werken met de gel. Zeker als je dan schablonen moet plaatsen. De gel loopt niet uit in de nagelriemen. Die blijft op zijn plaats zitten, wat een bepaald comfort ook geeft voor starters en stylistes die graag een volledige hand doen. Okay. Nu. We hebben natuurlijk onze drie lijnen nu gezien. Je hebt al de clear gezien. De Supreme Plus,
daar houdt het eigenlijk bij op. De Supreme Plus bestaat enkel in die transparant roze tint. Dus de Mask Away is een van onze covers, is echt een zalig product. Gaat een heel naturelle cover bieden, is wel opaak, dus die dekt wel. Maar je merkt de viscositeit blijft dus hetzelfde in alle fibers, medium viscoos. Waarvoor dat die ook gebruikt kan worden is, je weet als je schablonen plaatst, dan zijn die meestal transparant of transparantig. Als je dan meteen je kleur op deze verlenging plaatst en je houdt die in het licht, dan zie je vaak door je kleur door, ondanks dat het een heel dekkende kleur is. Als je dan gaat bouwen met deze Fiber Mask Away, dan heb je daar absoluut geen problemen meer. Ook geeft die dan een heel mooi nude effect. We kunnen deze fiber ook gebruiken als we deze volledig op de volledige nagel aanbrengen. Om vervolgens met de one-two-stroke white, die dat we straks gaan ontdekken, zodanig dat je een reverse French met een heel gepigmenteerde witte kan en toch nog een prachtig resultaat kan bekomen. Om u het verschil te tonen met de Stretch Fade Away in tonatie, in kleurtoon, dan ga je meteen merken dat de Mask Away warmer van kleur is en deze eigenlijk een koelere tint heeft. Deze bevat fibers, is een vastere. Om nog eens te herhalen het verschil met fiber. En deze is dus een iets vloeibaardere. Ook ideaal voor reverse. En ook heel mooi gepigmenteerd. En deze is de Fade Away. Ik zal die even op de nagel plaatsen. Zodat je kan kijken hoe het verschil is van vloeibaarheid. Okay. Vervolgens hebben we in onze stretch build ook de Sweet Boomer. Nu, waarom deze naam Sweet Boomer? Omdat het van de Baby Boom collectie afkomstig is. Nu, Baby Boom is alom in. Dus de overgang tussen een zachte witte. Dus dat je echt alsof dat je een natuurlijk effect hebt. Maar wat is er zo speciaal aan deze Sweet Boomer? Is het gaat ervoor zorgen dat het wit van de nagel, of hetgene dat je wit gemaakt hebt, ietsje witter wordt en het nagelbed ietsje rozer wordt. Dus als ik dat nu ga uitharden gewoon op een tipje, op die naturele tipjes dat je daarnet ook zag, dan zal dit volledig wit worden, omdat uw ondergrond eigenlijk naturel is. Op een natuurlijke nagel is het echt wel zo dat het witte witter wordt en het nagelbed rozer wordt. Ook merk je dat dit een zeer vloeibaardere gel is. Om ook nog te vertellen is dat de Fade Away en de Mask Away zijn opaak, dus die zijn niet doorzichtig. Deze Sweet Boomer is semi-opaak, dus half doorzichtig. Vervolgens hebben we twee tinten white. Degene van de Fiber White en degene van de Stretch Build White. Nu zie je, er is, ik hoop dat je het kan kijken op de video. Je ziet ook een verschil in vloeibaarheid. Die van de Stretch Build is vloeibaarder, zoals het volledige gamma. En die van de Fiber is een vastere. Je merkt dat ik deze al langer moet aan één kant houden om over te vloeien. Opnieuw zitten hier vezels in.
Je ziet de vezels in de gel. Wat is het grote verschil buiten de viscositeit en de fiber? Is de kleurtoon. Als ik deze naast elkaar op een tip aanbreng, ga ik gewoon even een hoeveelheid aanbrengen om u de kleurverschil te tonen. Is dat die van de fiber een wittere is. Ik had hier precies nog een beetje van de pink. Dus je ziet dat de ene van de fiber witter is en deze meer een naturel effect geeft van de stretch build. Kan ook gebruikt worden. Dus ik hoop dat je het goed op de camera kan zien. Dat dus deze voor stretch build voor de babyboom geschikt is. Die is semi-opaak. Nu hebben we de rosé. De rosé fiber, dus de Supreme Fiber Rosé. Om even de naam zo te laten. En dan komt er dus een R achteraan te staan. En de stretch build light pink. Nu, je merkt meteen een heel groot kleurvariatie. Op de nagel zijn die vrijwel transparant. De stretch build is nog iets transparanter, maar alsnog geven die maar een hele lichte roze schijn. De viscositeit is voor beide weer verschillend, te zien of het van de fiberlijn is of van de stretch build lijn. Vervolgens hebben we twee kleurlijnen. In de standaard color gel line heb je nu huidig een 40-tal kleuren. In de one-two-stroke gel lijn zijn er ongeveer, Chloe help mij, een elftal kleuren. Nu, wat is het grote verschil in beide? Sowieso, de gel color dekt perfect in twee lagen. Dus deze zijn heel mooi dekkend. Daar gaan een aantal van zijn dat perfect gaan dekken in één laag, zonder enige probleem. En andere hebben twee lagen nodig. Er nog eentje openen, zodanig je kan zien. We hebben drie verschillende gezet. Een glitter. Deze is meer transparante glitter. Deze is semi-opaak glitter pink. En deze is een new tint, wat toch wel zeer gegeerd is. En je merkt dat deze mooi dekkend is. Vaak is er een tweede laag zelf niet nodig, maar wordt het toch gezet om het mooi net af te kunnen werken. Ja. Nu, de one-two-stroke gel, de naam verklapt het al een beetje. Het is een gel die dat je perfect in één laag kan aanbrengen en ook perfect zal dekken in één laag. Wat ook steeds handig is, is dat je de kleur kan zien bovenop het potje. Als het in je schuif dan staat, dan heb je een ideale zicht op welke kleur het is. Ik was aan het zoeken naar het potje. Dus als ik dit dan even doe op de nagel, even de rode tint nemen. Dan merk je dat deze nog meer zal dekken. Maar zoals de naam het zegt, is het one-two-stroke. Je kan er één laag mee zetten. Je kan er one-stroke tekeningen mee maken. Je kan er fijne lijntjes mee tekenen. Hij dekt perfect in één laag. We starten met 11 tinten. Nadien heb je nog keuze tussen twee verschillende gel topcoats. Dit is de Shine and Go en de Top and Art. Nu, wat is het grote verschil tussen beide? Is al als eerste dat de kleeflaag op het einde enkel is bij de Top and Art. De Shine and Go heeft geen kleeflaag. Nu, beide hebben ze een hele mooie glans. De Shine and Go dien je voldoende aan te brengen
op de color of op je gel, je French manicure wat je gemaakt hebt. Zeker niet flinterdun aanleggen. En hard uit in te zien welke lamp natuurlijk. 2-3 minuten in een standaard UV-lamp en 60 à 90 seconden in dual wave LED-lamp. Het is een flexibele, ondanks dat het eigenlijk een top is zonder kleeflaag, is het toch een flexibele afsluiter die een mooie, mooie hoogglans biedt. De Top en Art daarentegen is ook ietsje dikker van viscositeit dan de Shine & Go. Ideaal voor mensen die heel graag op het einde met een kleeflaag blijven. Ook ideaal om je nail art in te sealen. En geeft ook een hele mooie blijvende glans. Nadat je de Shine & Go hebt uitgehard, dien je een cooldown te respecteren van 1 à 2 minuten om de optimale glans te bekomen. Dit is zo met alle hard top gels. Eens dat je, als je dat niet doet en je komt uit de lamp en je raakt deze meteen aan, verlies je de helft van je glans. Oké. Dit was het. Dit was het volledige gamma. Misschien nog net bijvertellen, dat was ik vergeten, de cleaner. Deze is nu de Malibu Coconut. We hebben verschillende cleaners. We hebben 3 limited editions en 2 vaste cleaners die in het gamma zijn. Ook met een handige anti-lek dop. Voilà. Wij danken u voor aandachtig deze uitleg aan te horen. Wij hopen dat jullie verder kunnen helpen. Als jullie nog vragen hebben, wees alvast welkom. En telefoneer ons, mail ons, Messenger, Instagram. Alle mogelijkheden bestaan om ons te contacteren.